Dus ik mag aftrappen met architectuur. En ik begin dan ook even te kijken of u wakker bent, want ik heb een vraag. Schaal vol 500 mensen, ik zeg even de drie woorden: confidentiality, integrity, availability. In combinatie met: dit zijn de veiligheidsaspecten. Is dat juist of niet juist? Wie zegt nee? Een paar aarzelende handen. De rest zegt dus ja. De rest zegt ja. Oké. Hou mij er vast. Kijk of ik zo meteen nog steeds dat vind. Want, is er dan een andere keuze dan CIA? Is CIA de taal die we gaan spreken met de business? De business die praat deze taal met ons. Deze trends komen op ons af. Socially enabled processes. Wij willen sociaal. Wij willen interacteren met Facebook. Wat moeten we dan doen? Ja, Facebook mag niet. Business analytics. Consumerization. Blurred boundaries. Ja, ik mag tegenwoordig geen dierenjong meer zeggen. Dus dit komt op je af. Aan de andere kant heb je die mensen inderdaad in die technologie loopgaan. Zeggen van ja, dat is leuk en aardig allemaal. Wij hebben stekkers en we willen cloud, wij willen big data gebruiken, wij willen mobility, wij willen alles mobiel gaan doen. En hier durf ik dan nog net even deparameterization te zeggen. De vier termen betekenen ongeveer hetzelfde, maar uitgedrukt in mekaars taal. Hè? Dus we begrijpen elkaar totaal niet. En drie woorden heb ik hier niet bij te zien. Daar komt geen confidentiality, geen integrity, geen availability bij kijken. Dus hoe kunnen we dit als technologie enabler gebruiken? Nou, dan pak ik hem even weer terug naar security middenman. Nou, wij kijken traditioneel naar, we hebben dreigingen en we hebben informatie. Nou, die informatie, dat heeft een impact als er een incident is. We hebben kansen, dreigingen hebben een bepaalde kans. En waar de twee elkaar ontmoeten, hè, dat is ons risico. Hè. Dat is dat risico, dat is die risicoanalyse die we doen. Dat is onze business, prime business, zoals jij terecht zei. En ja, wat voor dit af en toe gebeurt is een incident. Ja, dat is dat risico dat zich manifesteert. En die risico's, die drukken wij weer uit. Die risico's voor confidentiality, integrity, availability. Ik kom weer met die vraag. Is die indeling dus juist? Als je ja zegt, helemaal gelijk. Dit zijn inderdaad aspecten waarop beveiliging doorbroken wordt. Kun je helemaal analyseren. Dat is prima. Het heel duidelijk duidelijk. En je kunt zelfs met je technologiekant een vrij goed gesprek hebben erover. Dat zijn de geheimen ook wel als je het zo uitlegt. Dat zijn de technologische termen. Begrijpt de business dit? Nee, dit begrijpen ze niet. In mijn ervaring niet. Dus als we dat aan die kant bekijken, als je met die business praat over wat is nou de impact van wat hier in het incident fout is gegaan, dan praat je over heel andere dingen. Als je dan als beveiliger blijft hangen in confidentiality, integrity, availability, dan heb je een disconnect met de business. Oftewel, dan heb je geen gesprek. Even om dat tastbaar te maken. Elektronisch patiëntendossier. Best wel in nieuws geweest van ja, hele discussies over moeten we dat nou doen en even los van of dat nou een landelijk gedeeld moet zijn of niet. Maar wat is nou een confidentiality incident op een elektronisch patiëntendossier? Echt van een goed elektronisch patiëntendossier, als je dat wil neerzetten, wat verandert dat in de zorg? Wat verandert in de zorg dat die zorg makkelijker moet lopen? Dan praat je niet over confidentiality. Als het goed gaat, dan gaat het over makkelijker lopende zorg. Hoofdvolgers. Ik
zelfs iemand met een bordje van Tata Steel vandaan. Recept van hoop. Ik weet niet of dit een echte geheim recept is, maar ik kon me zo voorstellen dat je ergens het geheim van de smid van, ja, je wil, ik wilde niet het recept van Coca-Cola neerzetten, dat is zo afgezaagd. Maar een bepaald recept, een bepaalde manier, ja, dat is natuurlijk, als dat geheim is, dan heeft dat een bepaalde waarde, dan hechten we naar elkaar. En dat is wat dat gaat dan ook gewoon op je eigen leven leiden. Maar dat is iets heel anders dan je gewoon zo'n patiënt hebt gezegd. Dat is ook iets heel anders dan bijvoorbeeld een kledingcollectie van volgend jaar. He? Die is heel geheim. Tot het moment dat die prijs getoond wordt. En dan willen ze graag dat zoveel mogelijk mensen tegelijk weten. En alsjeblieft naar de winkel rennen, want ze willen ze graag. Het heeft dus een tijdigheid. Dit zijn hele andere dingen. Het gaat allemaal om vertrouwelijkheid. En als dit bekend wordt op het verkeerde moment, dan zijn het vertrouwelijkheidsschendingen. Het zijn allemaal hele dingen, andere dingen. Belastingdienst, die controleert echt niet iedereen. Maar die heeft wel een paar formules waarmee uitgezocht wordt van wie moeten we nou precies gaan controleren. Ja, je wilt daar een beetje zeg maar laaghangend fruit bij identificeren. Dan kun je effectief controleren. Als die formules bekend zijn, dan gaat iedereen natuurlijk net even buiten de formules zitten. Als je weet waar ze op triggeren. Dus ook dat is niet effectief als je er buiten komt. Vijanden overnameplan. Als je belet om iemand over te nemen, moet dat niet naar buiten brengen. Allemaal voorbeelden van vertrouwelijkheid, maar dan even in het business kan bekennen. En de businesskant die we nou bekeken hebben, is de business impact na schending. En dan praat ik over threats. Business threats. Ik kan het ook omdraaien. Ik kan dit helezelfde rijtje nemen. En ik kan gaan kijken van, hoe meet ik nou of dit goed gegaan is? Helemaal geen threat aan de hand geweest. En dan praat ik over de business impact bij het voorkomen van schending. Ik zeg van, dit is waar security's goed werken. Als je begrijpt waar de business nou bang voor is en wat ze niet willen dat gebeurt, of als je weet van wanneer ze jou gaan, dat is eigenlijk nog mooi, als je weet wanneer ze jou zeggen van, goed, jij hebt meegeholpen om iets een succes te maken. Als je weet wanneer dit een succes is, dan kun jij de security heel goed, en ik zeg heel efficiënt inrichten. Dit zijn opportunities. Ga zo'n SWOT-analyse langs. Veel betere risicoanalyse. Wat doen we hier? Wat doen we anders dan met CIA? CIA is vanuit jezelf denken, naar die context kijken. Geeft je dus de reden wat je nou kunt doen met die security. Wat je kunt bereiken. Die impactbepaling vergt afstemming met disciplines, met business. Dat moet je dus doen. Je moet dus in gesprek gaan. Zoals, je moet dat goede gesprek hebben als de twee baby's met elkaar. En dat vraagt ook wat van je voorstellingsvermogen. Je moet je kunnen inbeelden wat die business manager nou doet. Want uiteindelijk is dat het belangrijke. Business manager, je hoeft niet de business manager te gaan uitleggen wat nou confidentiality, integrity, credibility is voor jou. Daar is hij niet geïnteresseerd. Dat is niet waar. Het verdient. Nee, het moet andersom gaan. En dan heb je richting en focus. Nou, als we dat een beetje gaan plotten op diezelfde strategic alignment model, waar neem ik mijn security maatregelen? Dat doe ik hier. Dus als ik met die business in gesprek moet, en die business, laat me even, die business weet mij niet te vinden, dus ik zal wat daar vandaan moeten trekken. En hoe doe je dat trekken? Nou, die business heeft eisen. Die eisen is gebaseerd op die context. En als ik dit soort vragen stel, dan krijg ik die context een beetje los. En wat krijg je dan? Ik dacht, ik pak gewoon even een bloemlezing van een paar dingen die ik gedaan heb in mijn dagelijkse consultancypraktijk. En ik ben bij een bedrijf geweest die wilde graag dat ik de klassificatie voor ze inrichtte. Oké,
kan zeggen van, nou, de schroef overschreven, heb ik zelf ook al meegeschreven. Dat doe je zo, langs de eisen. Banken hebben een prachtig voorbeeld, driedimensionaal model, drie waardes op alle assen, detectieve credibility, CIA. En wat is nou, wat verandert er nou bij jullie bedrijf als je deze klassificatie doet? Nou, dan hebben we een snelle indicatie van het belang van het IT-systeem. Oké, dat is dus belangrijk. Dan weten we direct wat de baseline maatregelen zijn die we moeten nemen. Oké. Dat betekent dus dat ik niet alleen in de klassificatie moet kijken, maar ik moet eigenlijk ook wel een idee hebben hoe jullie denken baselines in te richten. Want daar moet het op aansluiten. Oh ja, het moet minimale inspanning hebben. Iedereen moet het makkelijk en snel maar kunnen doen en moet betrouwbaar zijn. Oké, dus het moet niet te moeilijk maken. Ik weet al een paar dingen zonder dat ik iets bepaald heb over de dataclassificatie hoe die eruit moet zien. Ja, we hebben nog privacy, ja, dat moet er van de wet aan voldoen, dus dat moet er ook goed geïntegreerd in zitten. En, zoals je bij heel veel opdrachtgevers ziet, we hebben een aantal incidenten gehad. Eigenlijk, dat is de reden dat we nou klassificatie willen inrichten, want de incidenten zijn weer bekeken en auditors hebben gesuggereerd van, ga naar klassificatie inrichten. Nou, hiermee kan ik straks teruggaan naar de business. En dat heb ik ook gedaan. We hebben commercials gehouden. Daar is een dataclassificatiemodel uitgekomen. Dat was wat simpeler dan ze bij de gemiddelde bank hadden. Dit was ook helemaal geen bank, dus dat moest je ook niet doen. En dan ben ik gaan meten. Vinden jullie dat dit daarmee voldaan wordt? Niet dat je perfect scoort erop, maar het gaf wel ineens een gesprek van en een herkenning. Mobiel bankier. Iedere zichzelf respecterende bank in Nederland heeft zijn eigen mobiel bankieren traject. Ik heb er ook aan een mogen meewerken. En daar hebben we gewoon in een vroeg stadium een aantal dingen gewoon bepaald in gesprek met de business. Je zit geen CIA in, het gaat om ease of use. Security is van mede verantwoordelijk dat het makkelijk te gebruiken is. Dat is heel belangrijk. Ja, het moet ook secure zijn. Maar secure wordt dan als lump sum gebruikt. Hè? Wel van, ja, het moet secure zijn. We hebben last van DOS-attacks, dus dan moet het maar tegen bestand zijn. Ja, we hebben hackers, dus ja. En heel grappig, hier weet de business te vertellen wat ze willen. We willen end-to-end encryption. Dat heb ik ergens in een conferentie gehoord, dat is goed. Dus dat moet er wel bij zijn. En na wat risicoanalyse, want die doe je dan binnen het financiële domein, dan komt er ook uit van transactielimieten zijn ook wel heel handig om in te rekenen, want daarmee beperk je altijd die schade. Het moet vertrouwd zijn, het moet allemaal vertrouwd zijn, maar je vraagt iets van banken, van, je gaat een app in de App Store zetten. Ja, nee, dat moet op de bankwebsite zijn. Ja, sorry, zo werkt Apple niet. Ja, we moeten dus met Apple gesprek hebben, nou, daag je uit. Dan gaan we Apple gesprek hebben van, de bank wil deze app liever zelf initiëren. Apple zegt van, ja, maar dat moet je niet van iOS. Met Android kun je zoiets aan spelen, maar aan de andere kant wil je dat. Wil je bij Android zeggen van, oké, klant, je moet wel even dat vinkje uitzetten, dat jij alleen maar vertrouwde apps uit de Google Play Store kunt halen. Dus we hebben gezegd, trusted, met de business gaan praten. Nou, dat betekent dus dat jij heel duidelijk moet gaan communiceren aan je klanten, dat die apps bij een ander te halen zijn. En ander ding van, ja, banken hebben natuurlijk hele strakke processen van, zo doen wij softwareontwikkeling. Als je een app gaat programmeren, maakt niet uit of het Android is of Apple, je hebt een Mac nodig. In de bank, het was de eerste keer dat ik een Mac zag, die niet van een consultant was met een MacBook. En dan moet je dan ook gaan inrichten. Daar kun je met business over praten. Want luister wel even van, je moet iets heel veilig gaan doen. En ga alvast maar even een discussie aan met risk management. Dat je gaat allemaal apparatuur binnenslepen die niet op hun lijst staat van dat is goed. Dat gesprek wisten we als beveiliger al heel snel voor elkaar te maken. En de risicoanalyses, gesprekken met de business hadden we heel snel. Wat moet er nou bewust zijn? Nou, de registratie van de klant. Eigenlijk de registratie van het mobiel apparaatje naar de backend van de bank. Dat moeten we heel bewust maken.
Nou, dat hebben we gedaan. User Access Service, ander voorbeeld. Denk je ook even, dit gaat over een Identity Access Management implementatie. Dat is ook best makkelijk. Er zijn verschillende grote leveranciers, die hebben allemaal pakketten, die hebben specificaties. Kun je zo een tender uitschrijven, nou, op een gegeven moment de leukste prijs. En alle mogelijkheden die haal je binnen, toch? Zo werkt het in de praktijk niet. We gaan praten van, het gaat hier om echt een dienstverlening binnen de markt. Dus je gaat praten met degene die dienst afnemen. Wat is nou voor jou belangrijk? Nou, voor mij is het belangrijk dat ik mijn segregation of duties goed kan uitdrukken. En dat heb ik. Nou, ga je praten? Ja, hoe kan ik dat niet? Segregation of duties is iets magisch. En risk management moet eroverheen kijken en die zitten dan een paar weken om te studeren. En dan zeggen ze, het zit wel goed. En vraag dan, hoe komt het dat je weet dat het goed zit? Nou, geloof me, het zit wel goed. Ik heb veel liever dat ik gewoon zeg, van dit mag niet bij elkaar. Dan hoef ik daar niet meer lang over na te denken. Dus oké, dan gaan we dat als hoofdpunt nemen. Ik wil het kunnen aanvragen dat ik dan weet, als ik 2 dagen later een vraag over heb, dat ik kan bellen en kan zeggen van nou, dat en dat service nummertje. Oh, zat dat er niet in? Nee, dat zat er niet in. Oké, maak het klein. Ik merkte dat het nodig was flexibel moest zijn. We hebben plaats in de bank waar mensen helemaal op de details zitten te kijken. En dan heb je een groepje van 20 man. En dat moet helemaal op de minute, kleinste details moet dat ingeregeld kunnen worden. We hebben ook hele grote kantoren binnen de bank. Waar hele groepen mensen precies hetzelfde doen en allemaal dezelfde autorisaties zijn. Het systeem moet dat aankunnen. Informeer. Vertel businessmensen nou eens in business termen welke autorisaties eruit gaan. Geen codenummertje 123456. Nee, gewoon vertellen van dit is voor een medewerker in de verkoopkantoren die niveau 3 heeft. Want dat is waar ze mee gewend zijn te werken. En doe dat in de tijdbestek dat de business nodig heeft. Niet 5 dagen. We willen eigenlijk dat het meteen gebeurt, maar we begrijpen dat het niet meteen kan. Dus binnen 3 uur is het prima voor ons. Nou, oké, dan heb je een lijstje. Hier zit geen CIA in, maar ik weet wel dat ik succes heb. Over chipkaart, laatste voorbeeld van. Over chipkaart. In 2003, en dit is het wel mooi, want dan kun je gewoon nagaan, hè, dat de overheid staat allemaal online. In 2003 is dit gevraagd door de regering om over een chipkaart te realiseren. Nou, ik heb heel nobele dingen. Drempels verlagen, marktwerking verbeteren. Wie wil dat niet, hè? Betere informatie over de concessies die uitstaan in het openbaar vervoer. Rentabiliteit vergroten. Zwarte en grijze rijden beperken. Sociale veiligheid verbeteren. Sociale veiligheid betekent van mensen moeten zich veilig voelen als ze het station binnenlopen. 2011 was er deze discussie over de open chipkaart. Nou, niet ineens, maar is zo'n flinke politieke discussie gevoerd over de open chipkaart. Ik heb eens daarnaast gelegd van wat is nou gelukt? Nou, drempels verlagen. Nou, we hadden een nationaal consortium dat allemaal ging waken over de goede invoering. In 2011 is Connection al afgehaakt. Ruzie in de tent uit. Dus gelukt, ja, politiek zegt van wel, maar. Marktwerking verbeteren. Nou, alle partijen waren het erover eens. Marktwerking is niet verbeterd. Betere informatie over concessies. Daar wordt niemand warm of koud van, dus die hou ik eventjes op beslist. Rentabiliteit vergroten. Nou, als je stukken leest, niemand vindt dat rentabiliteit vergroot is. Het is allemaal niet inzichtelijk geworden. Zwarte grijsrijden beperken. We hebben een dat stuk waar wij veiligers prachtig vonden. Bart Jacobs heeft aangetoond dat technisch die over de chipkaart niet veilig is. Ik zou wel vertellen, als je wil frauderen met over de chipkaart, is de cryptokraak misschien wat laagst op je lijstje. Maar fraude is mogelijk, dus dat weten we. Ik zeg er ook even bij, niet gehaald. En heel gek in die discussie in 2011 over die sociale veiligheid op de stations hebben we kennelijk politiek, maar besloten niet meer te praten. Dat komt nergens meer voor in de stukken.
Het leuke is dus hiervan, ik kan laten zien van, dit is wat in 2003 de business, de overheid, zei van, wij gaan het succes zo meten, en dit is in 2011 hoe ze het gemeten hebben. Ik denk beide, goede discussie, kun je daarmee voor? Nou, hoe doe je dit? Ik heb weer even een paar praktische voorbeelden. Ik doe één handreiking, dit is een handreiking die ik zelf gebruik. Ik werk vrij veel met het gedachtegoed van John Stuart, SAFSA heet dat. En die hebben inmiddels alweer gedateerd op een lijstje van business attributen. Dan heb je een soort inspiratielijstje van, ja, hier kun je uit kiezen. Niet nodig dat het eentje geüpdate wordt, dat zal ik eerlijk zeggen. Dus hoe ga je dan om als security man met die business pool en die technology push? De technology push, dat lukt ons dan wel, maar die business pool vooral. Ga afstemmen in de terminologie van de ander. En vooral als je met die business gaat praten, moet je luisteren. Waarom wil je dit? Af en toe kun je dan met die techniek gaan praten van wat wil je dan? Die twee vragen bij elkaar brengen, dat is alignment. Dan kun je ook heel effectief en efficiënt kiezen wat je, hoe je het gaat beschermen. Dat zijn je controles. En dan hebben we een SWOT-analyse compleet. Ik heb een strength en weaknesses gehad. En ik zou jullie in ieder geval de lijn dagen van denk eens na over hoe die alignment maakt. En thuis uit wat de business impact is. En gebruik dat als uitgangspunt. En zo denken we er ook nog over discussiëren. Dankjewel, Wes.